Hi, ik ben Tom Lassing, pleinbest.nl. Het is weer voorjaar en met voorjaar komt weer het feit dat je plantjes wil gaan zaaien. Tomatenplantjes, komkommers, whatever. Maar het is weer tijd om dat te gaan doen en ik heb daar een aantal tips voor. De eerste tip is al te laat, dat is namelijk in de herfst bladeren verzamelen. Die composteren en dan als het een beetje mee zit, en mij is dat wel weer gelukt, dan zijn die bladeren nu fantastische compost. En daar kan je dan heel mooi eigenlijk die zaden in doen. Daarnaast, en dan gaan we eventjes naar het plaatje kijken. Wat ik zelf doe, is de hele winter de wc-rolletjes sparen. En die zaag ik door midden. Als ik door dus midden heb gezaagd, dan heb ik daar een hele emmer vol van. Nou, in dit geval was het nog maar net begonnen. En wat doe ik daarna? Dan gaat die aarde die ik zelf heb gecreëerd, die ga ik in dat soort potjes stoppen eigenlijk. Die wc-rollen, die vergaan. Nou, dat is hartstikke mooi, dus ik heb geen afval gecreëerd. En op deze manier hoef ik ook niks te kopen aan bakjes en dergelijke. Je kan het eigenlijk zo gebruiken. Je kan daar ook eventueel kartonnen eischalen, de bakjes daarvan gebruiken. Dat kan dus ook. Ik gebruik wc-rolletjes omdat ik ze makkelijk doormidden kan zagen, maar je kan ze ook doormidden knippen. En op die manier heb je eigenlijk een prachtige manier om zaaigoed op te laten groeien. Het voordeel is, je kan dus dat wc-rolletje in een groter potje zetten of rechtstreeks de tuin inzetten. Het voordeel daarvan is gewoon dat je die wortels niet kapot maakt. En dat heeft dat plantje natuurlijk extra nodig. Wat je wel moet doen, is dit zet je normaal gesproken eerst binnen. En dan moet je dan wel, voordat je naar buiten zet, eerst even uitharden. Dat het overdag een beetje wendt aan wind, aan kou. En dan pas als je het een paar dagen hebt uitgehard, dan pas de volle grond in. Maar daar is het nog veel te vroeg voor, want ja, ik ben nog bezig om die potjes vol te gooien en er zaadjes in te doen. Want die tijd is nu aangebroken. Het is maar een tip. Kijk maar even wat er net. Vond je het interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. En druk op belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.